Hoi, ik ben Kai van Pikken. We zijn vandaag bij GoInStyle.nl. Dat is een webshop in truckstyling onderdelen. We gaan vandaag met Jan-Jaap in gesprek, want hij heeft een hele community opgebouwd rondom de webshop. Dus ik ben benieuwd. Hey Jan-Jaap. Goedemorgen, welkom. Dankjewel. Ja. Kun je iets vertellen over de ontstaan van de webshop? Ja, die zijn we begonnen in 2013 en dat is gebeurd tijdens een rondreis door Amerika en Canada met deze vrachtwagen. Want ik had mijn baan opgezegd en we zijn vertrokken. En toen ik daar was, bleek iedereen het heel leuk te vinden wat wij aan het doen waren. Dus hadden wij heel veel volgers opgebouwd in een korte periode. Maar ik had geen werk, dus daarom hebben we dat gecombineerd. Om de volgers iets te kunnen bieden. En dat is uitgelopen op een webshop, zeg maar. En meer volgers. Ja. Leuk. Ja. En hoe is je passie voor trucks ontstaan? Ja, dat was als een klein jongetje droomde ik altijd al van vrachtwagens. Dat komt mede door een oom die tegenover een transportbedrijf heeft, waar ik altijd elk vrij uurtje was. En toen werd ik meegenomen zeg maar, naar het Truckstar Festival, dat was toen nog in Zandvoort. En daar is het vuurtje wel aangegaan, denk ik. Dus zo is dat gegaan. Oké, zullen we even gaan zitten, dan kunnen we iets verder over hebben? Ja, tuurlijk. Kun je iets vertellen over de doelgroep van GoInStyle.nl? Ja, dat zijn transportbedrijven, kleine en grote. Maar daarbij ook truckspuiters en truckopbouwers en truckbekleders die wij leveren. Dat begint natuurlijk wel met de klant en met de vraag om onze spullen. Dus dat zijn dan weer de liefhebbers onder de vrachtwagenchauffeurs. Dus die hun truck laten spuiten in bedrijfskleuren en een eigen gezicht willen geven met onze accessoires. Wat maakt deze doelgroep zo uniek? Ja, normale mensen werken voor geld, hè? Daar zijn ze de hele week mee bezig. Deze doelgroep die werkt omdat het hun passie is. Ze zijn trots op hun wagen. Hè? Onderweg maken ze nog even de wielen schoon en de ramen en op zaterdag zijn ze hem aan het wassen. Terwijl ze ook al 60 of 70 uur hebben gewerkt die week. En de hele week onderweg zijn met die wagen. Nou, dat noemen wij de 1% of us. Nou, waarom vinden zij GoInStyle.nl zo interessant? Ja, dat is lastig te zeggen voor ons natuurlijk. Maar ik denk dat het komt doordat wij zelf ook allemaal chauffeurs geweest zijn. En ook in dat wereldje hebben gewerkt en nog steeds zitten. Dus wij zijn eigenlijk onze eigen doelgroep. Als wij iets maken of ontwikkelen, dan vinden we het zelf handig. Dus ja, dan denken we dat onze doelgroep dat ook wel handig zou vinden om te hebben. Nou, en dan meestal is dat ook zo. Ja, en kies je ook voor dat mensen die hier komen werken, dat die ook uit het wereldje komen? Ja, maar dat is niet altijd een keuze natuurlijk. Hè? Want als je mensen zoekt, dan kijk je toch altijd eerst even in je netwerk. Maar het is wel zo. Dus iedereen is eigen rijder geweest of de dame van de klantenservice hebben thuis een transportbedrijf. Dus als je ons belt, dan heb je altijd wel een ex-chauffeur of een ex-transportbedrijf medewerker aan de lijn. Dus die begrijpt hoe het is onderweg en wat je nodig hebt en daarbij gaat helpen. Jullie hebben een hele community opgebouwd rondom GoInStyle.nl. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, dat begon natuurlijk door onze reis in Amerika. Daar hadden we natuurlijk al een heel aantal volgers. Dus dat was een vliegende start voor ons. Daarna gingen we, toen we terug waren in Nederland, hier en daar naar een truckshow en de mooiste truckverkiezing deden we al mee. En mensen leren je dan kennen. Ze wisten zelfs hoe onze kinderen heten, weet je wel, terwijl wij die mensen niet eens kenden. Maar ze volgden ons online, dus dat was leuk. En verder hebben wij onze social media zeg maar bijgehouden sinds die tijd. En posten we wat we mooi vinden. Hoe houden jullie die community actief? Nou, met social media vooral, maar ook truckshows waar we heen gaan of een steentje hebben. We organiseren zelf ook de Retro Truck Tour bijvoorbeeld. En dit jaar gaan we ook een truckshow organiseren voor alleen de mooiste trucks. Dus de 1% event noemen we dat. En dat heet Superdik. En daar nodigen we de mooiste trucks van Nederland, maar ook verder buiten vooruit. Wat posten jullie allemaal op social media? Nou, we posten dagelijks foto's en filmpjes van trucks.
Niet per se die trucs waar wij spullen aan hebben geleverd, maar gewoon de mooiste trucs. Wat wij echt inspirerend vinden om te zien uit binnen- en buitenland. Ook wel Zuid-Amerika. Ja, meer als liefhebber dan als een commercieel belang. Wij proberen altijd one of the guys te zijn. Dus dat proberen we niet, dat zijn we gewoon. Dus ja, en op die manier delen we ook van concurrenten of van andere trucopbouwbedrijven hun content. Omdat we het gewoon prachtig vinden. En jullie zijn een webshop, dus jullie doen ook vast commerciële dingen. En kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, wij doen bijvoorbeeld naast evenementen, maar hier ook een heel klein evenement. En dat is de barn sale. En dat komt eigenlijk uit Amerika, omdat ik zag een barn sale, dat ze spullen verkopen. Maar wij zitten in een gebouw dat lijkt op een barn. En daardoor gingen we dat doen. Aan het eind van het jaar, laatste zaterdag van het jaar, bestellen mensen online met korting. En die komen het dan afhalen. En dan eten ze een oliebol mee of tomatensoep of een biertje. En dat is gewoon een gezellig samen zijn en van onze klanten. Want we merkten dat heel veel mensen ook hier even willen komen kijken. Of toch tastbaar even dingen zien. En daar zijn we toen op ingesprongen. En het is altijd erg gezellig. Je vertelde net over die retro truck tour. Wat is dat precies? Ja, je hebt heel veel oldtimer trucks. Hè? Dus oldtimer auto's en evenementen. Maar wij wilden graag de retro truck eruit halen. En dat is dus niet een hele oude truck, maar gebouwd tussen 1980 en 2005. En dan alleen met een tachograafschijf. Dus die categorie wagens, daar hebben wij ons rijbewijs mee gehaald. En de doelgroep van nu heeft daar ook iets mee. Vinden ze allemaal prachtig. En daar doen we dan een toertocht mee. En dit jaar was er met 250 vrachtwagens. En dat was best een lange stoet. Maar omdat er heel veel liefhebbers zijn in Nederland, truckspotters en gasten die filmen en het uitlaatgeluid filmen, levert dat altijd wekenlang content op Facebook, Instagram, TikTok. En dat vinden wij dan ook weer leuk. Dus iedereen een leuke dag bezorgt. Ik zie op heel veel plekken het logo, zoals onder andere hier. Ja. Wat is de rol van branding voor jullie bedrijf? Ja, ik denk dat het erg belangrijk is. Want een logo en onze uiting van onze URL, zeg maar, die willen we wel af en toe een keer terugzien. Dus dat doen we op verpakkingen. Een kaartje, handgeschreven kaartje doen we ergens bij een pakketje. Een paar stickers altijd. Zodoende zie je het ook terug. Wat een goed voorbeeld is onze spatlab. Die zit achter onder een vrachtwagen. En daar staat gewoon goinstyle.nl op, met twee streepjes. En die zie je eigenlijk overal rijden. En dat is eigenlijk best wel ongelooflijk. Maar wij zijn er best wel trots op dat het gebeurt. Dus in heel Europa dat mensen dat willen doen. Jullie gaan ook veel naar truckshows? Ja, niet heel veel, maar wel naar de goede en de druk bezochte truckshows. Zoals de drukste truckshow is eigenlijk het Truckstar Festival. Dat is op het TT-circuit in Assen. Daar hebben we dan een stand. En verkopen we onze merchandise en kleinere onderdelen, onderhoudsproducten voor trucks en dat soort dingen. Wat wel leuk is, we hebben onze eigen bedrijfskleding gemaakt voor op het evenement. Want heel veel mensen hebben al onze merchandise aan. Dus dan zag je niet wie er bij ons werkte of niet. Dus dat is wel leuk. En wat levert zo'n community jullie nou op? Ja, dat is best wel lastig te zeggen. Je hebt er geen harde cijfers over. Maar wat we wel weten is dat als je kijkt naar de top 10 grootste klanten die wij hebben, dat er 3 uit Japan komen en 1 uit Nieuw-Zeeland. En dat is niet gekomen doordat wij daarheen zijn gegaan. Dus we hebben ons toch gevonden doordat mensen berichten delen of onze spullen mooi vinden. Dus dat denk ik wel dat het door de community komt. Nou, mooi om te horen wat jullie allemaal doen voor de community. Wat zou je andere ondernemers nog mee willen geven? Ja, moeilijk te zeggen. Ik heb ook niet heel veel geleerd in mijn schoolgaande leven. Maar wij doen in ieder geval altijd iets wat we leuk vinden. En de mensen die bij ons werken, die hebben dat ook. En een voorbeeld is dus bijvoorbeeld onze verkoper. Die had in 2014 de mooiste truck van Nederland. Maar dat wil dus niet zeggen dat hij heel goed kan verkopen.
Maar omdat die zelf weet wat mooi is en wat leuk is, geloven mensen dat? Is dat aannemelijk? En is het ook zo? Want hij spreekt gewoon vanuit zijn hart. Hij zegt ook heel vaak, dat zou ik niet doen. Terwijl we dan wel iets kunnen verkopen. Maar ja, zo ben ik zelf ook. Wij adviseren ook negatief. Want we zouden het zelf niet doen, dus dan raden we het ook niet aan. En dat is misschien niet helemaal te goede van de cijfers. Maar wij willen wel graag een terugkerende klant. Dus wij spreken altijd vanuit ons hart eigenlijk. Dus dat vind ik een sterk iets. Want ik zou het niet anders willen. Nee. Wat is nou de kracht van een community? Ja, ik denk dat de kracht is dat mensen vertrouwen krijgen in je bedrijf. In GoStyle in dit geval. Wij hebben dus geen Trustpilot of iets op onze webshop staan. Wij hebben onze community. Dus als klanten iets bestellen, dan zie je al een foto op Instagram van de doos dat ze het gekocht hebben. En dan een foto dat ze het opengemaakt hebben. En dan een foto dat het op de truck zit. En dat ze er heel blij mee zijn. Dus ja, dat is wel vertrouwendwekkend, denk ik. En vinden wij erg belangrijk. Bedankt voor je verhaal. Ik vind het mooi om te horen hoe je dingen op je eigen manier doet. En ik hoop dat je op deze manier andere ondernemers hebt kunnen inspireren. Ja, dat hoop ik ook. Hartstikke bedankt voor je bezoek. En tot de volgende keer. Graag gedaan. Ja. Tot de volgende keer.